Het is een eeuwenoude gezegde dat lezen heel belangrijk is en goed is voor de verdere ontwikkeling van vooral jongeren en ook ouderen hoor. Maar meestal jong wang nul op lezen. Maar ik heb twee jonge heren hier in de studio vanmorgen in Martin Taki. En ze zijn jongeren komen motiveren om dat pad te bewandelen, dat pad van lezen. En ik heb Orvensi Sandvliet en Fernando Veller. En als ik zo naar de namen kijk, dan leiden deze namen af van het Koukos-district Koroni. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom bij Martin Taki. De naam van de organisatie is? MTF. Dat staat voor More Than Friends. More Than Friends. Yes. Waar hebben jullie gekozen voor zo'n naamgeving? Omdat eigenlijk we gestart zijn met vier mensen. En die vier mensen zijn eigenlijk los van vrienden, ook familieleden. En die twee anderen zijn ook familieleden geworden van de groep. Dus we geven een symbool uit van los van vrienden zijn we ook familieleden in de organisatie. Ja. En wat is het doel van deze organisatie? Deze organisatie is eigenlijk het ontwikkelen van een POC. Dat is persoonlijk ontwikkelingsplan. We gaan te werk met mensen die we eigenlijk vormen om persoonlijk zichzelf te ontwikkelen. Dus zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. Ja. Dus dat is het doel. Gewoon die POC die we hebben, persoonlijk ontwikkelingsplan, dat te bewerken in de samenleving, vooral onder de jongeren. Ja. En Fernando? Is jullie organisatie open voor ieder of hebben jullie een leeftijdslimiet? Onze organisatie is natuurlijk open voor ieder. We sluiten niemand af. Maar ik focus me meer op jongeren, omdat de jongeren de toekomst zijn van morgen. Ja. En jullie willen lezen gaan stimuleren. Yes. Ja. Op. Welke manier willen jullie dat gaan doen? Oké. In onze vorige interviews, heb ik aangegeven dat we een leesproject willen neerzetten. Ja. Maar ik heb het niet zo goed mogelijk kunnen verwoorden. Ja. Ik wil eigenlijk los van een leesproject het maken van lezen tot een verplicht vak. Dus ik wil de minister. Van onderwijs, op het hart drukken. Ja. Op welke wijze dan ook, om lezen tot een verplicht vak te maken. En niet gewoon tot een verplicht vak, want we hebben gezien dat eerste klas, tweede klas. Als we een vergelijking maken met kinderen van de eerste en de tweede klas, dan zie je dat die kinderen die nu komen, ze praten vaak Engels. Mm. Waarom dan niet blijven stimuleren? Dus we hebben gedacht van lezen tot een verplicht vak onder de drie talen Nederlands, Engels, Spaans. Ja. Hoe leuk zou het nou zijn als je bijvoorbeeld tot Natin lezen gekregen hebt tot een verplicht vak waarbij het de norm is van als je 4.4 krijgt, haal je het niet, je gaat niet over. Mm. Dan lijkt het een beetje net als je de jongeren gaat dwingen, maar de vruchten ervan plukken we later wel op. Ja, dus elke lesuur gewoon 45 minuten lang lezen. Yes. Yes. Ja. Maar zijn de jongeren gemotiveerd om dat te doen, man? Misschien want de jong wang in laf ook bad dat, hé, of hang je maar eens nou? Nou, als men hoort lezen, denk men altijd zo saai of zo. Maar het is belangrijk. En ja, om de jongeren nou te pakken om achter een boek te zitten, je hebt heel veel tijd nodig. En om zoiets uit te zetten heb je ook zo, zeg maar, je gaat veel moeten investeren. We hebben natuurlijk ook mensen gevraagd om ons bij te staan. En die ondersteuning hebben we echt gehad. Welke mensen hebben jullie zo gevraagd? In ons vorige interview hebben we een telefoonnummer beschikbaar gezet. En daarom hebben twee mensen me geappt. En gezegd van, ik heb 100 dozen met boeken hier. Mm. We gaan even aan tafel moeten gaan. Oké. Okay. Ja. En maar vanwaar die motivatie om jongeren te stimuleren om nu lezen als hobby te kiezen? Oké, ik ben zo blij dat die vraag gesteld is, omdat ik hield ook niet van lezen. Ja. Ik kom van de lagere school, geslaagd naar LBGO school, nu LBO.
En mijn doel was het laten bereiken. Mm. Ik dacht van oké, hoe doe ik dat nu? Want ik weet dat LBGO van alle VOJ-scholen. Wanneer ik zeg VOJ-school, dan praat ik over deze drie. Ja. LBO, STS en Milo. Er zijn meer, maar die drie, ik zeg even. En ik moet naar het laten. Ik dacht oké, LBGO, T-stream, Theodorita School, Tekko 2. En daar merk je één ding op. Je merkt dat het niveau van LBO ten opzichte van techoscholen is heel anders. Mm. En, om op één spoor te zijn met die technische studenten, moet je één ding doen. Want die vakken zijn moeilijk. Ja. En mijn moeder heeft me altijd gezegd, Orfensie, elk vak heeft een stam. Mm. En om zo'n stam te begrijpen, moet je kunnen lezen. Ja. En niet gewoon lezen, begrepen lezen. Ja. En toen ik de theorie van elk vak ben gaan lezen, heb ik gezien van, ik ken die kinderen van Tekko 2, zijn op één lijn. Oké. We koersen richting de afronding. Maar jullie gaan een fundraising activiteit organiseren om jongeren verder te motiveren. Kunnen jullie daarover uitweiden? Correctie, we hebben een fundraising georganiseerd. Oh, al georganiseerd? Al georganiseerd, een geslaagde fundraising. Ja, oké, geslaagd. En we gaan nu richting een Wanderloo. Wanderloo? Ja. Met COVID? Ja, correct te zijn. Ja. Alle COVID-maatregelen worden afgenomen. Ja. En ja, de COVID-maatregelen worden afgenomen. En ja, zolang we die hebben, kunnen we ongestoord verder. En Wanderloop wanneer? Waar precies? Zondag. Aanstaande? Aanstaande zondag in Flora, Resort Flora. Je mag tot zaterdag betalen bij ons, of contact met ons maken en betalen. En dan zondagochtend om 6:30. En hoeveel kilometers gaan jullie lopen? Nog geen 5 kilometer. Het is nogmaals een wandelloop. We gaan echt wandelen en ja. Wandelen en de boodschap brengen van Lise, et cetera. Oké, tot slot. Jullie kunnen de jongeren en ook de gemeenschap oproepen, want ik neem aan dat deze wandelloop voor een ieder bestemd is. Ja, het is voor ieder bestemd. Ja, je mag richting de camera kijken en de flinkste mag de oproep. Oké, volgens mij zondag hebben we een wandelloop of walk day. Niemand hoeft te schrikken, het is geen rendag, want we moeten het momentje brengen naar een rendag, dan moet je gezondheidsmaatregelen ook hebben in acht, want sommige mensen hebben hartproblemen. Chronische ziektes en daarvoor zijn we nog niet ready. Het wordt een walkday, komen jullie ons poweren met als doel moving the body makes the body smile. Yes, ik weet of verder aanvulling heeft daar. Nou, Orfensie takken bij mensen, de friends van ons, de sponsoren, jullie mogen je allemaal aanmelden. Je moet erbij zijn. Oké, aanmelden waar? Rambutangstraat 1A. 1A. Ja. Dus gewoon de man kan komen naar Osana Unu, de man die de man in door. Ze mogen meedoen. Oké, en wat moet men aandoen? Vrijwillig? Nou, niet vrijwillig. Natuurlijk, je sportkleding moet je bij je hebben. Je moet je sportkleding aandoen. Oké, dat waren de heren van MTF. Succes met jullie activiteiten en ik hoop dat het een geslaagde activiteit wordt. En we hopen ook dat we kan kiezen de jongen Sofara voor kan lezen. En jullie doel om lezen tot een verplichte vak te maken binnen het onderwijssysteem. Dank u. Ja, daar hebben we dat ook gehoord.